Taxi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik voel direct iets van uw aura. Jij bent een loodgieter. Absoluut. Misschien ook om mijn geur. Stijn Siphon. Stijn Siphon. Ik ben vooral gespecialiseerd in zo... Siphons. Ja, eigenlijk wel. Zeg, en heb jij al oneerbare voorstellen gehad? Oneerbare voorstellen? Daar denk ik altijd aan als je zo'n loodgieter bent, dat je zo gaat bellen en dat er een open doet in een lingerie. Allee, toch in de films dat ik zie niet. Heb jij hobby's? Buiten feesten en drinken? Ja, ik zit al 20 jaar in de Belgische improvisatieliga. Hoe leerde dat, improviseren? Er moet een beetje in u al zitten dat je je durft smijten. Soms gaan wij in de kring staan en dan wordt er een ritme aangegeven. En dan zeg ik bijvoorbeeld bal. En dan moet je binnen de twee knippen... Ah, ik ben al te laat. ...er iets op zeggen. Ah, oké. Okay. Bal. Zak. Sorry, ik heb een vuile geest. Er zijn eigenlijk twee ploegen die een soort van competitie tegen elkaar spelen. Ik wil een titel zeggen. Ja. Het is koud in de prairie. Het is koud in de prairie, oké. Okay. Het is... Wat is er? Koud, hè? Ja, het is koud in de prairie. Gelukkig zitten we in de warme auto. Ja. Zeg maar. Op de kermis. Oeh, wat zijn jij aan het eten? Een suikerspin. Een suikerspin? Ja. Oh, amai. Wel veel marginalen vandaag op de kermis. Vooral aan de botsentoos. Ja. Nog hobby's? Voetbal. Antwerp. Zijn jij een Antwerp supporter? Absoluut. Dan mag je hier uitstappen. Nee, dat is niet waar. Ik ben nu 48 en ik denk dat ik 6 jaar was de eerste keer mijn grootvader in mij toe meegenomen. Ah ja. En dat doe je dan nu nog altijd? Mijn grootvader die is 2 jaar geleden gestorven, maar ik heb die wel voordat hij gestorven is, heb ik die nog eens 1 keer meegenomen. En dan gaan eten daar, via een vriend zo kaarten. Ja, 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 ja. Tribune 1 tussen al de chique meneren daar. En heb jij nog goede anekdotes over de loodgieterij? Dat is een klant in Antwerpen, een wc op het gelijkvloers die hij overstroomde. Oh, dat is toch verschrikkelijk. Ja, wij hebben een beerput en wij trekken dat scheel open. En tot aan het randje vol. Met dat mijn collega aan het woelen is in die beerput, komen er echt, ik denk, honderden condooms, maar zo allemaal met een knoopje, naar boven gedreven. Nee. Hij heeft er niks van gezegd. Nee, 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 die is naar binnen gegaan. Oh, hij heeft plezant loodgieter. Ja, ik heb ook eens een job gedaan bij de Azerbots en bij Lien van de Kelder. In de kelder. En dan was dat ook leuk om te zeggen van, je raakt nooit wat ik zie in de kelder van Lien van de Kelder. Dat kon ik niet laten. Maar was hè, we zijn er. Succes met de job. Van ecstasy. Stel je voor dat hij nu komt open, doen wel zo in een negligé en dingen. Ik zal filmen met mijn gsm.